Nee, wij helemaal niet. Ik denk dat het een volgend prestigeproject is wat er uiteindelijk toe leidt dat we heel veel Almeers belastinggeld over de balk gaan smijten aan iets wat echt gedoemd is te mislukken. Het is veel te groot. De thematiek, zo'n immersive art museum, ik heb het al eerder museum van gekke kunsten genoemd, spreekt helemaal niemand aan in onze stad. Ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar volgens coalitiepartij D66 heeft de groeiende stad als Almere wel degelijk behoefte aan een eigen museum. Suzanne van der Laar. Kunst in Almere is er bijna niet. Maar er zijn wel heel veel kunstenaars die dus nu wegtrekken naar andere steden om hun kunst te laten zien. Hoe mooi zou het zijn als wij in Almere een kunstmuseum hadden, dat ook deze Almeerders hun kunst en cultuur kunnen beleven in Almere. Ja, maar wij zijn vastgebonden aan Amsterdam. We zijn een zusterstad van Amsterdam. Mensen hoeven maar een hele kleine afstand om naar een van de rijkste cultuursteden van Europa te gaan te rijden. Dus dat doen mensen ook. De mensen die behoefte hebben aan die cultuur kunnen dat vlakbij huis vinden. En dat betekent niet dat je hier een heel risicovol project moet gaan starten waarvan we eigenlijk op voorhand kunnen vermoeden dat het misgaat. Dat geld is al vrijgemaakt, ook vanuit het Rijk en de provincie, voor dit kunstmuseum op dit moment. En daar zijn we al mee bezig. Het is al gestart. Er is op de Floriade staat al, in haven zijn al kunstroutes georganiseerd. Dus dat is al gebruikt. En juist daarvoor zeg ik, wacht het business case af. En dan kunnen we daarna als raad beslissen, want dat heeft de coalitie bepaald, de raad beslist of we doorgaan. En natuurlijk, de armoedegrens is er. Het wordt steeds slechter, we krijgen harde tijden. Maar dit is voor die tijd al gebudgeteerd en we wachten gewoon af wat de business case gaat doen. Die mensen hebben dat 10 jaar geleden, toen de Floriade begon, ook gezegd. Die hebben gezegd, laten we eerst eens naar de business case kijken. Nou, die business case die wordt ondertussen 10 keer bijgesteld en dan blijkt dat er helemaal niets meer van over is. Wij zouden 10 miljoen euro bijdragen aan de Floriade. We gaan naar de 100 miljoen. Hetzelfde gaat met dit kunstmuseum gebeuren. En er gaat natuurlijk nog veel meer bij komen uiteindelijk als dat museum daadwerkelijk gebouwd en geëxporteerd moet worden. Dus ons voorstel zou zijn om nu de stekker eruit te trekken, duidelijkheid aan de mensen in de stad te geven en te zeggen, na de les die we geleerd hebben van de Floriade gaan we dit niet nog een keer doen.